narcotica en explosieven. Maar speurhonden worden in allerlei facetten gebruikt. En wij leiden het dus ook op. Goed zo. Wat we nu in ieder geval gezien zijn honden die bij ons in dienst komen als bijthond, zeggen wij altijd maar. Die dus gewoon mee op surveillance gaan. Dat zijn honden die dus nog lekker jong zijn vaak. En dat gaat Esther dan straks allemaal vertellen hoe ze heten, wie ze zijn, hoe oud ze zijn. Noem alles maar op. Er staat hier een hele grote meneer. Die gaat straks zijn jas ook nog aan doen, neem ik aan. Ja, dat is een hele warme jas, hè. Dat is een pak van 35 kilo, dus daar ben je niet blij mee. Maar die gaat in ieder geval als pakwerker optreden. Dus dan zult u hem in ieder geval aangevallen zien worden door de politiehonden die dus in opleiding zijn. Hartstikke leuk. Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken voor jullie willen zijn. Ik vind het hartstikke fijn dat we dat kunnen doen. En ik wil nog even uitleggen. Wij hebben binnen de politie hebben een heleboel geweldsmiddelen. Eén geweldsmiddel heeft u net gezien. Dat was het uitpraten van de gevaarlijke verdachte. Dat is het pistool. Dat is het zwaarste middel. Want daar kunnen we mensen mee doodschieten. Nou, daar word je niet vrolijk van natuurlijk. Maar ertussenin zijn ook een heleboel andere dingen. Wij kunnen fysiek geweld gebruiken met onze vuisten of armen of wat dan ook. Dat is vanuit de politie dus te doen. Daarnaast hebben we de pepperspray, die heb ik hier in mijn middel hangen. We hebben natuurlijk ook het pistool hangen. We hebben de wapenstok en die kunnen we allemaal gebruiken als inzet om geweld te gebruiken. We doen het liever niet, maar af en toe is het nodig. Ik kan het helaas niet ontkennen. Maar het mooiste middel vind ik zelf eigenlijk wel is gewoon de hond. Want die dwingt ten eerste respect af en naast dat respect kan die ook nog eens heel hard bijten als er wat aan de hand is. Hij is veel sneller als welke politieagent dan ook, want hij loopt met een speer loopt hij dat terrein op. U gaat het nu zien onder leiding van Esther, die het demo-team Zuid-Holland van de politiehondenvereniging in ieder geval gaat laten zien. Ik geef u aandacht en wil graag al vooraf een applaus als kan voor het demo-team Zuid-Holland. Dankjewel, Gerard. Nou, bij deze gaan we gelijk beginnen. Wij hebben voor jullie 300 meegenomen. Sandra komt hier het parcours op met een Hollandse herder, Bico. Bico is al onze gepensioneerde politiehond. Bico is al 11 jaar oud in het bezit van 3 verschillende certificaten. Politiehond 1, politiehond 2 en op jacht bewakingshond. Daarachteraan komt Tom. Tom heeft een Mechelse herder. En ook Tom heeft al voor geweest voor het examen voor politiehond 1. Daarachter hebben we Ronald. En Ronald heeft ook een Mechelse herder bij zich. En Mechelse herder Hunter. Hunter zal ook binnenkort voorgaan voor het politiehondenexamen, maar eerst gaat hij nog een hele grote wedstrijd draaien. Met onze honden willen wij jullie graag laten zien wat er nodig is om een echte politiehond te worden. En een echte politiehond kan je natuurlijk alleen maar worden op het moment dat je ook een beetje hulp hebt van verdachtes. Want daar moeten wij onze honden op trainen. En in het bak hebben wij dus Ed. Ed is al jaren pakwerker voor de KNVB. Hij is nog even zijn jas aan het dicht doen, want het is erg warm vandaag. En Ed heeft een pak aan van zo'n 25 kilo. En kan daar prima mee uit de voeten. Wij gaan als eerste beginnen met het voorwerp rivieren. Normaal gesproken ligt het voorwerp 100 meter in een bos verstopt van 25 meter breed. Daar gaat een spoor naartoe en die hond moet dat zelfstandig uitzoeken. Op het moment dat de hond dit gevonden heeft, moet deze hond dit voorwerp aanblaffen. En daarmee gaat de geleider vertellen waar dit voorwerp zich bevindt. Hunter wordt losgelaten en Hunter komt aan bij het voorwerp. En u ziet met een hoop geweld gaat hij even vertellen waar dit voorwerp ligt. Hij mag niet in dit voorwerp bijten, want dit voorwerp moet nog door de collega's van Ronald veiliggesteld worden. En op het moment dat er in gebeten is, kan dat natuurlijk belastend materiaal verwijderd hebben op het voorwerp. Op het moment dat de hond dat gevonden heeft, wordt de hond meegenomen en dan kan er een collega het voorwerp in zekerheid stellen. Want naast het werk met politiehonden zijn natuurlijk de andere politiediensten ook steeds heel erg belangrijk om de verdachte in te kunnen rekenen. De KNPV, waar staat het eigenlijk voor? Dat is de Koninklijke Nederlandse Politiehondvereniging. KNPV bestaat al ruim 100 jaar en wij doen al ruim 100 jaar alle honden voor alle politiediensten, bewakingsdiensten, luchtmacht, spoorwegpolitie en dergelijke zaken leveren. Zijn wij politiemensen? Nee, wij zijn geen politiemensen, wij zijn gewoon burgers. Onze honden moeten natuurlijk heel goed luisteren. En het is heel belangrijk dat onze honden alleen maar commando's aannemen van hun eigen geleiders. En niet alleen commando's, ook voedsel. Want stel je voor dat iemand naar de hond komt met heerlijke worstjes, maar daar zit een beetje vergif in.
En de hond mag dit dus niet aannemen. We hebben verse knakworsten bij ons. Dex mag er wel aan ruiken. Hij vindt ze ook erg lekker zoals je ziet. Maar hij mag er niet van eten. Want je weet nooit wat erin kan zitten. Keurig, Dex. Al ruim 100 jaar doen wij dus onze honden opleiden tot politiehond. En politiehonden doen wij opleiden door middel ook van een pakwerker. Ed. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we werken. Hoe lang doe je dit al? Ik doe het ongeveer 10 jaar. En het is, ja, je zei dat het pak ongeveer 25 kilo is, maar het is eigenlijk meer richting de 35 kilo. Vooral een pak op mijn maat. Want je moet je voorstellen, hieronder zit leer en daarboven heb ik jute. Dus ik heb bijna een halve koe aan, zeg maar. En dan moet daar nog een hond aan dadelijk. Dus dat is, ja, vergt wel wat van de conditie en de kracht. Maar het is wel heel leuk om te doen. Dus ik ga wat laten zien. Inderdaad, Ed. En aan het einde van zo'n bakwerksessie is daar natuurlijk ook nog zo'n 5 kilo vocht bijgekomen. Want dat bak, dat is echt net een schoorsteen en daar loop je echt behoorlijk warm in. Een verdachte die wordt ook op transport gesteld. Bijvoorbeeld hij is aangehouden en op dat moment gaan we hem naar een voertuig brengen. De geleider komt samen met de hond aan bij de pakwerker en zal de hond het commando geven om deze pakwerker te blijven bewaken op deze verdachte en die gaan samen op transport. Maar deze persoon heeft iets bij zich waar die minifaniek mee gevonden wil worden, een bos sleutels. De hond die ziet dat hij deze probeert kwijt te raken en komt hij bij zijn baas brengen. En op het moment dat dat dan zeker gesteld is, kan het transport weer aangevangen worden. Nou is het zo dat wij natuurlijk niet altijd verdachten hebben die keurig netjes meelopen. Het kan ook wel eens zo zijn dat deze verdachte een beetje gedronken heeft. En het is dus heel belangrijk dat mocht de verdachte wat beweging maken, omdat hij niet meer helemaal recht loopt, dat de hond dit nog steeds niet mag zien als een vluchtpoging. U ziet Hunt in het club keurig netjes mee en blijft ook blaffen. En dat is ook waar Gerard net mee bedoelde, dat een hond ook een beetje laat zien door de manier waarop hij optreedt, dat hij daadwerkelijk aanwezig is. Het is dus niet altijd belangrijk dat de hond moet bijten. Het kan ook zijn dat de hond gewoon op deze manier al de zekerheid weer terug kan brengen in hetgeen wat er aan het gebeuren is. Een hond wordt niet alleen gebruikt om mensen op transport te zetten, maar een hond kan natuurlijk ook heel goed gebruikt worden om iets te bewaken. Dex gaat dat bij deze even laten zien. Tom die heeft zijn laptop meegenomen naar kantoor samen met de hond, maar is wat vergeten in de auto, gaat het nog even halen. Laat de hond lachen bij de laptoptas. Een verdachte komt voorbij, maar de hond heeft zoiets van, nou, die is niks engers ergens in zin, laat die maar lopen. Maar de verdachte die bedenkt zich en die komt terug en die gaat proberen de laptoptas te pakken. De hond zal dit beletten. En op het moment dat de verdachte ver genoeg van het voorwerp verwijderd is, zal deze loslaten en weer terugkeren naar het voorwerp. U ziet dat onze honden allemaal nog een halsband om hebben en een lijn. Dat doen wij nu om ook een klein beetje controle te houden over de honden. Want hoe meer demo's wij draaien, hoe meer de honden af en toe zelf wat in willen vullen. Op het moment dat ze daadwerkelijk politiehond zijn en naar het examen gaan, worden deze oefeningen allemaal volledig zelfstandig uitgeoefend. En dat is dus ook hetgeen waar onze politiehonden voor staan. Grote zelfstandigheid. Maar wij komen natuurlijk voor het echte spectaculaire werk en dat is het bijtwerk. Want daar staan onze honden in Nederland echt onbekend. En niet alleen in Nederland, nee, over heel de wereld. Onze honden worden verkocht over heel de wereld. En zeker na 9/11 gaan er heel veel honden ook richting Amerika. Heel veel honden in Amerika komen uit Nederland of zijn in Nederland gefokt. In Nederland afgericht of hebben voorouders uit Nederland.
gaan de Hunter eens even van dichtbij bekijken. Nou, je ziet Hunter die hangt aan het pak, begint een beetje te trekken. Die heeft zoiets van... Hij is boos omdat hij onderuit geslagen is. Ik bedoel over. Zijn onze honden gevaarlijk? Nee, maar onze honden zijn helemaal niet gevaarlijk. Hunter zit gewoon in het gezin, net als Pico. Pico loopt gewoon thuis tussen de kinderen door. Waarom zijn onze honden dan niet gevaarlijk? Onze honden kunnen heel goed schakelen. Hunter gaat weer in volle achtervolging en zit er nu goed aan. Het bijten is ook een echte beloning voor de hond. Zou die daarom nu zomaar iedereen gaan bijten? Nee, dat is niet de bedoeling. Onze honden zijn, zoals wij het noemen, niet burgerscherp. Wij hebben onze honden niet geleerd om te bijten op een burger. Wij leren onze honden alleen maar bijten op het pak. Het burgerbijten, dat zal pas geleerd worden in een later stadium. Op het moment dat deze hond te werk wordt gesteld bij bijvoorbeeld de politie. Hunter bijt nog een keertje in. En we gaan proberen hem weg te gooien met wat werpstukjes. Die werpstukjes zijn gemaakt van brandweerslang. Dit is niet om de hond pijn te doen. Dit is om de hond te leren dat op het moment dat er een zwaaiende beweging naar hem gemaakt wordt, dat hij daar niet van schrikt. En hoezo mag hij daar niet van schrikken? Nou, we hebben het alles geprobeerd om een voetbalstadion, alle supporters van Feyenoord en Ajax in één stadion te zetten en dan te vragen of ze alsjeblieft niet met een meubilair willen gaan gooien. Helaas is dat niet gelukt. Dus voor dat soort situaties gaan wij dus proberen deze honden daar een beetje op voor te bereiden. Vandaar dus dat er ook geleerd wordt dat er dingen naar een hond gegooid kunnen worden. En op het moment dat de glijder dan wordt aangevallen, zal Hunter zijn baas gelijk gaan beschermen door in te grijpen. Krijgt hij hiervoor een commando? Nee, geen commando, dat doet hij helemaal uit zichzelf. U ziet, zodra de hond los is, gaat hij gelijk weer over op de waken. En houdt de verdachte goed in het oog. De oefening die u net gezien heeft, is de oefening schot en werp. Normaal gesproken wordt er ook bij geschoten. Nu hebben we de oefening stok stellen. We hadden net gezien dat iemand vanaf achteren wordt aangevallen. Nu gaan we kijken of we de hond weg kunnen jagen. De hond wordt ingezet. En de hond bijt keurig in. Ook die stok, die gaan wij niet alleen gebruiken om te dreigen richting de hond, maar tijdens het examen zal er ook een klap uitgedeeld worden met de stok. Ook dit zal de hond geen pijn doen. Maar de hond moet nog steeds leren dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat iemand hem probeert aan te vallen. Dit loopt netjes om de verdachte heen en gaat hem erachter zitten. En dan kan hij een klein beetje eromheen kijken of zijn baas er al aankomt. En samen gaan ze weer onderweg. En ook als nu de verdachte probeert te vluchten, doe het best dat gelijk beletten door in te bijten. En te wachten voor de bevestiging vanaf de baas dat het voldoende is. De KNPV staat bekend om het feit dat de honden overal mogen bijten. Bedoel ik dan echt overal? Ja, eigenlijk wel. Ze mogen op de armen en op de benen bijten. Dat is, wat dat betreft is dat uniek voor de wereld, want in alle andere sporten mogen de honden over het algemeen alleen op de arm bijten. Maar wij leren de honden natuurlijk nog steeds wel een plaats. Want op het moment dat wij ze een plek leren, kunnen wij ze ook ons daartegen kleden. Doet dit zeer? Ja, tuurlijk doet dit zeer. Maar worden we gewond? Nee, we zijn niet gewond naar het werk in het pak. Ja, we houden een blauwe plek aan over en je voelt ze goed. Natuurlijk geen echt Nederlands profiel.
zijn als wij niet ook een verdachte hebben op een fiets. Helaas is de ruimte hier te klein om de fietsoefening te kunnen laten zien. Normaal gesproken is het veld van ons namelijk ruim 160 meter lang. En komt de hond zo'n 80 meter tot 90 meter de laan uit om achter de verdachte aan te gaan. Die ruimte die hebben wij hier niet en de hond moet goed kunnen timen. Heel misschien kunnen wij straks nog wel een paar andere oefeningen laten zien, zoals het schijnstellen of het terugroepen. Maar ook op deze korte afstanden is dat soms best heel erg lastig, omdat de hond weinig tijd heeft om na te denken. Maar we moeten even kijken of we de geleiders dadelijk zover kunnen krijgen dat toch nog even te laten zien. De verdachte wordt weer op transport gezet. De hond blijft goed opletten en ziet dat hij weer probeert te vluchten. Mogen er nou alleen maar Mechelse herders en Hollandse herders gebruikt worden in de sport? Nee hoor. Er zijn een aantal rassen die zijn voorgeschreven door de KNVB die we mogen gebruiken. Naast alle herders en alle soorten, maten en types en alle kruisingen daartussen, wordt er gevraagd dat de hond minimaal 55 centimeter groot is en maximaal, of liever bij voorkeur, niet groter dan 70. Maar ook de Riesenschnauzer, Rottweiler, Doberman, Boxer en Airedale Terrier mogen meedoen aan dit programma. Maar naast onze politiehonden, die jullie nu zien, hebben we ook nog een echte politiehond in het midden. Tenminste, één opleiding. Keurig Dex, keurig terugroepen. Dit is best heel moeilijk zo'n 5 meter voor hetgeen wat het allerleukst is. Is dit een sport? Ja, dit is een sport. Maar dit is een sport die wel heel veel van je vergt. Want wij trainen namelijk zo'n 3 tot 3,5 jaar met een hond en dat wel 3 keer in de week. 3 keer in de week, ja. Dat is dus geen sport meer, dat is een manier van leven. Bingo wordt ingezet en ach jee, Luna komt er achteraan. En samen gaan ze de verdachte bewaken. Luna komt de baas nog even terughalen. Om te vertellen dat Bico hem gevonden heeft. Dit is het schijnstellen. Een hond moet in de laatste 25 meter beslissen dat de persoon die hij aan het achtervolgen is niet meer een gevaar vormt voor zijn eigenaar. Deze persoon is gaan stilstaan. En in die laatste 25 meter bedenkt hij dan om deze persoon alleen nog maar te gaan bewaken. En als we nou klaar zijn met al onze honden, dan betekent het dat wij ze gaan verkopen. En op het moment dat wij ze gaan verkopen, komen ze bij de politie. Maar de politie... Omdat Bico net zijn oefening zo netjes heeft uitgevoerd, mag hij nog 1 keer even bijten. Onze oude Dibbers is 11 jaar oud en vindt dit werk nog steeds geweldig. Maar op een gegeven moment worden onze honden dus verkocht. En onze honden worden dan verkocht bijvoorbeeld aan de politie. Nou is hier in Rotterdam een speciaal project begonnen. En dat project heet het project Bumper. En nou is Bumper hier vandaag ook aanwezig. Dus even kijken of Bumper ook deze kant op zou willen komen. Bumper is dus geen politiehond die al helemaal klaar is. Bumper is nog volledig in opleiding. Dames en heren, daar hebben we Bumper! De meest bekende politiehond van Nederland. Bumper is nog een jonge hond. En Bumper is in opleiding. Bumper kan dus niet meedoen hier aan deze leuke oefeningen. Want Bumper die is nu allerlei zaken nog aan het leren. Nou, we gaan eens even met de eigenaar praten van Bumper. Tenminste, de eigenaar, de geleider. Goedemiddag. Goedemiddag. Bumper, de meest bekende politiehond van Nederland. Ja, dat is zo horen.
een Amerikaantje begonnen en uitgegroeid tot een celebrity onderhandje. Ja, inderdaad. En onze celebrity heeft erg veel interesse in mij. En dat is ook heel goed. Want het is heel belangrijk dat een politiehond goed aandacht heeft voor zijn omgeving. Ja, je ziet nu ook dat hij is al een beetje gefocust op de hopper. Die kent hij ook wel een beetje. Je ziet dat hij nu daar ook op tekent. Want hij ziet dat veel als, op de brigade. De volgende stap is dat hij inderdaad hetzelfde werk gaat zien als jullie net hebben laten zien. Daar is hij nog niet aan toe. Nee, daar is hij nog iets te jong voor. Wij beginnen met onze honden over het algemeen ook ongeveer op deze leeftijd. En als die dan een jaar te oud zijn, dan gaan ze daadwerkelijk echt het werk op het pak leren. Bumper, we willen je bedanken. Leuk dat je hier even geweest bent. Rotterdam, we willen jullie bedanken. Ik vind het leuk dat wij jullie even hebben kunnen laten zien wat onze politiehonden allemaal kunnen. En wie weet, volgend jaar misschien nog een keer.